Een ingenieur in China, die kost tegenwoordig eigenlijk bijna net zoveel als een ingenieur hier. En dus besloot Philips in 2012 om zijn productie van scheerapparaten terug te halen naar Drachten. Die verhuizing terug naar Nederland, die leverde toen tientallen banen op. Rob Karsmakers is directeur van Philips Drachten en die houdt daar 2000 man aan het werk in totaal. Dus zou de vraag natuurlijk zijn, want die fabriek, u ziet hem hier, is ook al behoorlijk geautomatiseerd, meneer Karsmakers. Wat doen al die mensen dan precies? Ja, ik geef leiding aan een hele slimme fabriek in Noord-Nederland. En die slimme fabriek die bestaat al 63 jaar. We produceren in Drachten al 63 jaar scheerapparaten. En dat gaat niet vanzelf. Dat kan alleen maar als we met de tijd meegaan en de nieuwste snufjes, de nieuwste technologie, de nieuwste innovaties toepassen. En dat is exact wat we al 63 jaar doen en 63 jaar bewijzen dat we juist door die innovaties kostenconcurrerend kunnen zijn. En neem mij dan even mee in een verhaal als ik bij u in de fabriek ben. Stel, ik koop een scheerapparaat in de winkel. Hoe is dat dan in uw fabriek in Drachten in elkaar gezet? Wij zijn heel erg klantgedreven, dus wij produceren alleen maar op klantenvraag. Dat betekent dat de informatie die vanuit klanten komt heel snel omgezet moet worden naar productieschema's. En met de productiemethode die we hebben... Maar hoe moet ik dat zien? Dat ik een foto van mijn net onthaarde benen op mijn scheerapparaat kan printen? Gaat dat zo? Nou, u kunt aangeven welk type scheerapparaat u wilt hebben, welk design u wilt hebben. En wij vertalen dat naar een product. En we zorgen ervoor met onze slimme productiemethodes dat we heel snel en zonder fouten dit product aan u gaan leveren. En hoeveel mensen werken dan nog in die fabriek zelf of is het echt helemaal geautomatiseerd? Het is een hele grote fabriek. In de site Drachten werken 2000 mensen, waarbij ongeveer 1000 mensen in de fabriek werken. En ondanks het feit dat we heel erg gerobotiseerd zijn, zijn er nog heel veel andere functies. We hebben heel veel technische mensen die die robots onderhouden, die processen onderhouden. Dus werkgelegenheid verschuift misschien wel een beetje. Het karakter van wat operators moeten kennen verandert. Maar werkgelegenheid is nog steeds een thema wat heel belangrijk is. Dat is ook een van de belangrijke dingen waar we heel erg sterk op concentreren. Wij hebben continu behoefte aan goed opgeleide, gepassioneerde jonge mensen die ook die innovaties ook in de toekomst kunnen blijven genereren. Ja, want die robots die kan je kopen. Uiteindelijk is dat niet meer de concurrentiekracht, hè? Want die kan je ook in China dan neerzetten. Ja. En ook in Nederland. Die robot kost dan, wat kost zo'n ding? 100.000 euro, misschien wel meer. Ja. Dus het gaat om de mensen. Is ons personeel dan goed genoeg opgeleid op dit moment om die slag te gaan maken? Ik denk het wel. De slag die we nu gaan maken, industrie 4.0 of smart industry, de slag die we nu gaan maken door van robots meewerkende machines, gaan we meedenkende machines maken. Robots die mee operators helpen om de kwaliteit van producten te bewaken, om te zorgen dat we zonder fouten produceren. En zonder fouten produceren betekent kostefficiënt produceren. En dat is de succesformule om productie in Nederland te houden. Ja, want denkt u dat er inderdaad banen voor terugkomen? Dat wordt altijd gezegd, hè? Oh, we zien al in andere sectoren dan banen weer oppoppen. Denkt zeker, u dat zo gaat gebeuren? En waar moet ik dan aan denken? Ja, ik denk dat er zeker banen terugkomen. Het karakter van banen zal wel een beetje veranderen. We zijn toch wel meer technisch georiënteerd. Mensen die robotsystemen kunnen onderhouden. Maar in Nederland zijn we nog steeds een beetje vies van techniek. Het gaat wel iets beter. Meer studenten melden zich aan voor technische opleidingen. Nou, maar mijn neefje wil ook gewoon manager worden. Weet u wat ik heb een aantal jaren in Azië gewerkt. Wat mij opvalt in Nederland, wij zijn soms niet eager genoeg, niet enthousiast genoeg om te winnen. Winnen is niet vies. Winnen is nodig. Als je wint, kun je op wereldschaal concurrerend zijn. En dat is wat we in Nederland moeten krijgen. En dat is wat ook jonge mensen moeten meebrengen naast een goede technische studie. Ook het enthousiasme en de durf om te willen winnen. Ja, want dat was eigenlijk wat in dat rapport van FME ook al stond. Het ontbreekt ook een beetje aan dat ondernemerschap. Hoe doet u dat dan eigenlijk in uw eigen bedrijf? Want u bent ook gewoon groot Philips. Dat ja. is ook... lichtelijk bureaucratisch blijken. Dat klopt. Wij enthousiasmeren mensen om op zijn hele leven lang, gedurende een hele carrière, zich te blijven ontwikkelen en te blijven bijscholen. Dus kijk naar het bedrijf in Drachten. Ik heb in mijn 4 jaar dat ik leiding geef aan Drachten 150 mensen gezien aan mijn bureau die 25 jaar of 40 jaar bij het bedrijf werken. En in al die gevallen zie ik dat mensen het nog steeds bijscholen en met de tijd meegaan. Daar is die wil en het enthousiasme om op wereldschaal te concurreren, die is wel degelijk aanwezig. Als ik hier op die beurs rondloop, dan vind ik die robots aan de ene kant prachtig om te zien. Het heeft een bepaalde schoonheid. Maar ik denk ook wel, het gaat wel ontzettend hard. Als u dan in uw eigen fabriek kijkt, denkt u dan ook niet af en toe van, jongens, waar gaat dit naartoe? Ja, nou, ik denk dat er twee belangrijke zaken zijn om succesvol te zijn. Je moet technisch met de tijd meegaan.
Maar je hebt ook passie nodig, gepassioneerde mensen. Dus die menskant die blijft wel zichtbaar. En mensen maken het uiteindelijk het verschil. Okay, nou, ik zie aan u dat u die passie heeft. Heel absoluut. Hartelijk dank voor uw komst. Ja. Dank